Wanneer beslis je nu best om eicellen te gaan invriezen? Een goed advies daar zou zijn dat je toch rond je 34ste er begint over na te denken. En toch wel de stap zet inderdaad ten laatste op je 35ste. Waarom is dat? Als je vroeger eicellen invriest, laat ons zeggen op je 30ste, dan is de kans heel groot dat je ze niet zult nodig hebben. En dan is natuurlijk de inspanning die je geleverd hebt, fysiek, psychisch, maar ook financieel, voor niks geweest als het ware. Ga je eicellen gaan invriezen na je 35ste? Ja, dan gaan de kansen natuurlijk verlagen wanneer je ze later wil gaan gebruiken. We zien een duidelijk verschil voor en na 36 naar kansen later op een kind met ingevroren eicellen. Hoe verloopt zo'n procedure nu om eicellen te gaan invriezen? Je ondergaat in feite een hormonale stimulatie en een eicelpunctie, net zoals vrouwen dit moeten ondergaan als ze een IVF-behandeling doen. De hormonale stimulatie duurt ongeveer 2 weken, wordt verricht door middel van injecties, spuitjes die je jezelf kan toedienen. En gedurende die 2 weken ga je een aantal keer op echografische controle moeten komen om te kijken of de eiblaasjes voldoende groeien. De eicelpunctie zelf gebeurt onder lokale verdoving samen met een roesje. En daarvoor ben je ongeveer een halve dag in het ziekenhuis. En na de punctie geven we toch de raad om het een 2 à 3 dagen rustig aan te doen. Op het moment dat eicellen ingevroren worden, dan staat de tijd stil, theoretisch. Dus die kwaliteit gaat niet achteruit. Theoretisch gezien kan je eicellen vele jaren ingevroren houden. Nu, in België is het zo dat de wet ons daar helpt en dat er wettelijke bepalingen zijn en limieten waarop we die eicellen mogen gaan dooien en nog gaan gebruiken om tot een zwangerschap te komen. Bij vrouwen ligt die limiet op 45 jaar. Dus heb je eicellen in de vriezer, dan kunnen we die gaan dooien, bevruchten en terugplaatsen tot je 45ste. Flair, flair.